Waarom vindt ons brein geen rust totdat we het gevoel hebben iets te snappen? Dit is de Universiteit van Nederland. Een radio. Een oude radio, ik geef het toe. Ja. Even kort, een korte geschiedenis van de radio. Maxwell in 1873 vertelt iets over elektromagnetische straling. Wat later dan in 1888 is het hertz. Die laat zien dat er inderdaad radiogolven, toen heten ze nog hertzgolven, door de lucht gingen. In 1893 Tesla, naam zegt u misschien iets, liet zien dat je informatie kunt overdragen op die manier met die hertzgolven. En in 1894 is het Marconi. Marconi zegt u waarschijnlijk wel wat. Die de eerste commerciële draadloze telegraaf maakt. Een telegraaf waarbij er geen draad meer loopt van de zender naar de ontvanger. En in 1894 in Oxford is er dan het eerste radiosignaal dat van de ene kant van de campus wordt uitgezonden. Aan de andere kant van de campus wordt opgevangen. Techniek van de radio. Je hebt een oscillator die een periodiek signaal genereert en een radiofrequentie, dat wil zeggen een radiofrequentsignaal, een draaggolf. Die draaggolf kun je moduleren. Je kunt de frequentie moduleren, FM, of de amplitude, de uitslag, AM. En dat wordt dan weggestuurd. Wordt opgevangen in de radio door een kristalontvanger. Je hebt een spoel nodig, condensatoren, een diode. Je hebt een kristal nodig, loodglanskristal nodig, om het signaal weer in een koptelefoon te krijgen bijvoorbeeld. Ik wil het hebben over de radio om te laten zien hoe moeilijk het is om iets te snappen, zoiets als een radio. Ik wil laten zien dat ons brein inderdaad niet rust voordat we het gevoel hebben dat we snappen hoe een radio ongeveer werkt. Ik denk dat dat namelijk iets verklaart. Ik denk namelijk dat het snapgevoel waar wij naar op zoek zijn, het gevoel dat we iets snappen, dat die neiging, die bijna evolutionaire neiging, zoals ik het zal proberen te duiden, dat die neiging ook verklaart waarom we zo snel geloven in alles wat wetenschap zegt, in alles wat paragnosten zeggen, helderzienden zeggen, homeopaten zeggen of religieuze fanatici. Wij zijn steeds weer uit op het snapgevoel. Steeds hopen we op eenzelfde soort manier dat snapgevoel te krijgen. Om dat te laten zien ga ik nog even iets verder met een soort van gedachte-experiment met de radio. Stelt u zich voor een rinkelende bel, een ouderwetse bel, een ouderwetse deurbel, rinkelend. U kent deze proef. U heeft het vast een keer gezien. We leggen hem in onder een glazen stolp. De glazen stolp gaat erop, we sluiten er een vacuümpomp op aan. We zuigen de lucht eruit. Wat gebeurt er met het geluid van de rinkelende bel? Dat geluid stopt. Het ebt weg. Oké. Deze radio is wel heel erg groot. Maar we zetten de radio aan. We zetten er een stolp overheen. De vacuümpomp weer op aansluiten. En pompen maar. En er komt een vacuüm. Wat gebeurt er met het geluid van de luidspreker uit deze radio? Ebt weg. Maar als ik nou een koptelefoonaansluiting maak en ik laat het draadje van de radio naar mijn koptelefoon gaan. En ik zet er een glazen stolp op en ik kan hem nog steeds vacuüm trekken, de stolp, alle lucht eruit. En ik zet de radio aan. Hoor ik dan iets in mijn koptelefoon? Wie zegt ja? Wow, dat is bijna iedereen. Oké. Dat is raar, want dan is het dus inderdaad zo dat die elektromagnetische golven, dat die door het vacuüm heen kunnen. Daar is niks meer, hè, mensen. Hoe kan dat? Elektromagnetische golven, dit is een citaat, elektromagnetische golven zijn eigenlijk niets anders dan velden die de stroom, waardoor ze zijn voortgebracht, heeft verlaten. En die nu door de ruimte wandelen met een enorme snelheid van 300 miljoen meter per seconde. En dat gaat dus ook door een vacuüm. We zien dat overigens ook gebeuren. Er is een prachtig fragment natuurlijk uit 1969 van de Apollo 11, waar Neil Armstrong vanaf de maan
een radiosignaal stuurt naar de aarde. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful to me, Neil. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. Juli 1969, een radiosignaal van de maan naar Houston, ground control. Via een radiosignaal, door het vacuüm. Er zit niks tussen de aarde en de maan. Hoe werkt een radio dan? En hier is een anekdote. Dit is wat Einstein zelf heeft gezegd over hoe een radio werkt. Ik zal het parafraseren. We weten niet zeker of Einstein dit heeft gezegd. Maar het is zo'n mooi verhaal. Laten we net doen alsof Einstein dit heeft gezegd. Albert Einstein, kunt u ons uitleggen hoe een radio werkt? Oh, natuurlijk. Jullie kennen allemaal een draadtelegraaf. Een draadtelegraaf is zo'n apparaatje waarmee ik morsesignalen kan genereren. Hier, er zit een draad aan en die draad die gaat helemaal naar de ontvanger. Waar een luidsprekertje zit en waarbij de marconist inderdaad het signaal kan ontcijferen. Dat is een draadtelegraaf. Het is eigenlijk, zegt Einstein, alsof je een grote kat hebt. En je knijpt de kat hier in de staart en dan daar ginds, daar zegt de kat miauw. Dat snappen we allemaal, ja? Nou, een radio, zegt Albert Einstein, werkt precies hetzelfde, maar dan zonder kat. Het geeft een beetje aan hoe Albert Einstein denkt hoe moeilijk het wel niet is om te begrijpen hoe een radio werkt. En toch, beste mensen, dat is zo knap, hebben wij het gevoel dat we ongeveer wel snappen hoe een radio werkt. De reden waarom we begrijpen hoe een radio werkt, heeft te maken met het feit dat wij voortdurend denken in termen van metaforen. Er is een zender, iemand die iets weggooit. Iemand die iets weggezendt. Wat zendt die persoon weg? Golven. Waar komen die golven aan? Bij de ontvanger. En die vangt ze op en zet ze om in een geluidssignaal. Dat zijn bepaalde metaforen. En ik wil inzoomen op die bepaalde metaforen. Metaforen zijn altijd onwaar. Radiogolven zijn helemaal niet net als watergolven. En elektromagnetische velden zijn helemaal niet als wuivende velden. De ontvanger is helemaal niet iets. Van een radio is helemaal niet iets of iemand die iets opvangt. En de zender is niet iets of iemand dat iets wegstuurt. Ons brein gebruikt die metaforen heel graag. Wij zijn allemaal talige wezens. En in onze taal zitten die metaforen ingebakken. Zelfs voor dingen die we eigenlijk niet begrijpen, zoals een radio. Ons brein probeert een snapgevoel te creëren. Het gevoel dat we iets snappen. En gebruikt daarvoor metaforen. Maar die metaforen die hebben een bepaalde vorm. En daar is waar ik nog iets meer over wil zeggen. Die metaforen die verwijzen namelijk altijd naar botsingen. We proberen de wereld te begrijpen. En we hebben het gevoel dat we het snappen. Als we iets kunnen vatten in metaforen die verwijzen naar botsingen. Ik ga het uitleggen. Wat kan ons brein eigenlijk begrijpen? Wat kan het snappen en wat niet? Ik geef toe, ik denk dat Charles Darwin gelijk heeft. De mens is een natuurlijk geëvolueerd wezen. Als de mens een natuurlijk geëvolueerd wezen is, dan betekent dat dus dat ons brein op een bepaalde manier in elkaar steekt. En het brein wil verklaringen. Ons brein snapt botsingen. Dat heeft alles te maken met het enorme evolutionaire voordeel dat dat heeft in oude evolutionaire contexten. Als je een verklaring hebt in termen van botsingen die je snapt, dan weet je wat er gaat komen. En er is niks zo belangrijk in de evolutie als weten wat er gaat komen. Die combinatie is dus super voordelig in een evolutionaire context en heeft daartoe geleid dat wij inderdaad eigenlijk alleen maar een snapgevoel hebben bij dingen die we begrijpen in termen van botsingen.
Het is alsof je eigenlijk de wereld probeert te begrijpen in termen van botsingen, zoals biljartballen tegen elkaar botsen. David Hume, de Schotse verlichtingsfilosoof, die zei, kijk, het enige wat mensen eigenlijk kunnen begrijpen zijn botsingen die ze hebben zien gebeuren en ze hopen dat er in de toekomst op dezelfde manier die botsingen te begrijpen zijn. Als je een snapgevoel hebt, dan is het meestal zo dat je dat gevoel hebt omdat je de wereld begrijpt in termen van botsingen. En die verwoorden we dan in termen van metaforen. Als je een terecht snapgevoel hebt, ja, dan snap je dat datgene wat je vat in botsingen ook daadwerkelijk botsingen zijn. Zoals bijvoorbeeld botsende biljartballen. Maar soms, eigenlijk heel vaak, hebben we ook een snapgevoel dat niet terecht is. We hebben het gevoel dat we een radio snappen, omdat we de metaforen van botsingen gebruiken om de radio te begrijpen. Iemand gooit iets weg. Golven ergens in en raken de radio. Dat botst allemaal. Zolang we dat kunnen begrijpen in termen van botsingen, snappen we het. Maar het is helemaal niet, iets wat in de wetenschap wordt uitgelegd als botsingen. Juist helemaal niet. Botsingen hebben er niks mee te maken. Dus daarom noemen we het snapgevoel dat we hebben bij een radio, noemen we een onterecht snapgevoel. Dus een snapgevoel, ook een onterecht snapgevoel, het gevoel dat je hebt als je denkt dat je de radio snapt, dat is een heel sterke illusie. Een hele sterke illusie. Eigenlijk net zo sterk als een van de meest sterke visuele illusies. En daarom heb ik hier de illusie van het holle masker nog maar eens een keer erbij gehaald. Ik zet het even aan, zodat het ronddraait en een flink aantal van u zal het idee hebben dat als u de achterkant ziet van het masker, dat u dan toch nog steeds een vooruitstekend, een bol gezicht ziet. En dat is een bekend psychologisch verschijnsel. Een groot deel van onze hersenen is gewend om gezichten te herkennen. Dus we doen er alles aan om gezichten te herkennen. Waar het mij om gaat is dat ook de draairichting nog eens een keer kan veranderen. Op het scherm is dat nog beter te zien. Als de achterkant van het masker voorbij komt, dan ziet u nog steeds een bol gezicht, maar het lijkt de andere kant op te draaien. Maar het is echt niet zo. Het draait maar één kant op. Dat is een hele sterke illusie, een visuele illusie. Ons brein krijgt het voor elkaar om gezichten te herkennen en ons brein vindt het helemaal niet erg dat je daarvoor de illusie terugkrijgt dat het masker de andere kant op draait. Dit is een heel sterke illusie. Ik wil het college eindigen met één mooi voorbeeld van hoe ik de gaswet van Gay-Lussac heb uitgelegd gekregen. Stel, dit is een cilinder met een hoeveelheid gas. En die cilinder is dicht. En nu is de natuurwet zegt dat als ik, de gaswet van Gay-Lussac zegt, als ik het gas ga verwarmen, zal de druk toenemen. Is dat u bekend? Ik hoop het wel. Maar wat is temperatuur? Temperatuur van een gas is de kinetische energie van de moleculen. Die moleculen dat zijn een soort van bolletjes. En hoe meer temperatuur, hoe meer warmte we in het gas stoppen, hoe harder de moleculen, hier zijn het rijstkorrels, gaan bewegen. Ik ga de proef even doen. Dus het wordt, langzaam wordt het warmer en warmer en warmer. En op een gegeven moment, oh! Wordt het zo warm dat de druk ervoor zorgt dat de cilinder uit elkaar klapt. Op die manier heb ik de natuurwet, de gaswet van Gay-Lussac, geleerd gekregen. Het is het bewegen van de bolletjes gas tegen de deksel van de cilinder die maakt dat als je het maar blijft verwarmen, dan wordt de druk zo groot dat bang, de beschuittrommel, in dit geval cilinder, openbarst. Maar dat is helemaal onterecht. Dat is helemaal onterecht. Hier heb ik nu rijstekorrels, maar gasmoleculen zijn helemaal geen bolletjes. En het toevoegen van warmte aan gas is helemaal niet het steeds sneller bewegen van bolletjes die tegen de wand aan botsen. Het is allemaal veel en veel ingewikkelder. Het heeft niks te maken met botsingen. Atomen zijn geen bolletjes. Wij zijn dus heel snel voor de gek te houden. We duiden dus onze wereld heel veel vanuit verkeerde, valse, onware verklaringen. We weten helemaal niet hoe iets echt werkt. En dat is iets
een bepaalde eigenschap van ons brein dat gebruikt wordt door, nou ja, door wetenschappers om hun modellen inzichtelijk te maken. Het is een eigenschap van ons brein dat ervoor zorgt dat goochelaars en illusionisten daar gebruik van kunnen maken door te manipuleren met zogenaamde botsingen. En erger nog, het maakt dat paragnosten, helderzienden en alternatieve genezers en religieuze fanatici ook gebruik kunnen maken van dat typische, die typische eigenschap van ons brein dat we willen proberen te begrijpen wat we zien in termen van botsingen. Ik heb al eerder gezegd, filosofie is nadenken. Filosofie is goed nadenken, vraagtekens zetten bij vanzelfsprekendheden. En ik denk dat we in dit college hebben gezien dat je vraagtekens kunt zetten bij hoe het komt dat wij denken dat we de wereld snappen. We zijn tot de conclusie gekomen dat we eigenlijk heel vaak een sterk snapgevoel hebben, maar dat het snapgevoel helaas heel vaak verwijst naar de illusie van begrip. En ik zou willen zeggen, hou er alsjeblieft rekening mee. Hou er alsjeblieft rekening mee dat je brein je heel snel voor de gek kan houden. En hou er rekening mee dat je moeite moet doen om goed na te denken. Dat je moeite moet doen om vraagtekens te zetten bij wat we voor lief aannemen. Wat we als vanzelfsprekend vinden. Als je daarmee rekening houdt, dan hoop ik dat je je niet meer voor de gek laat houden. En dat zou geweldig zijn als mensen zich trainen in goed nadenken en zich niet zo snel voor de gek laten houden. Dank u wel.